Twee dagen voor de nationale herdenking zijn er weer stoffelijke resten aangekomen van slachtoffers van de vliegramp met de MH17. En verder in het nieuws vandaag. Het CDA vindt dat het kabinet het contact met de samenleving heeft verloren. En ebola-begrafenissen moeten veiliger. Goedenavond. Een belangrijk moment vandaag voor de nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne. Voor het eerst in 3 maanden kwam er weer een transport aan met stoffelijke resten van slachtoffers van de vliegramp. En opnieuw was er op vliegbasis Eindhoven een ceremonie. Begin van de avond arriveerden de rouwauto's bij de korporaal van Oudheuzenkazerne in Hilversum, waar de resten worden onderzocht door forensisch experts. Bij de ramp op 17 juli vielen 298 slachtoffers. En daarvan zijn nu 289 slachtoffers geïdentificeerd. 9 mensen worden nog vermist, onder wie 7 Nederlanders. En bij de korporaal van Oudheuzenkazerne in Hilversum is verslaggever Kees van Dam. Maar die was eerder bij vliegbasis Eindhoven. Kees, hoe was het daar vanmiddag? Ja, het was dezelfde plechtigheid die we al zo goed kennen van die 5 eerdere keren in juli en in augustus. Er waren vanmiddag 150 nabestaanden bij, iets minder dan waarop was gerekend. Ik had zelf het gevoel dat de sfeer net ietsjes minder lood en loodzwaar was dan in juli en in augustus. Wat me opviel was toen de rouwwagens wegreden met de kisten erin, dat de nabestaanden voluit klapten. En ook anders was dan in juli en in augustus, dat we na afloop van de plechtigheden alle nabestaanden zonder uitzondering en ook zonder enkele aarzeling de landingsbaan opliepen naar dat Hercules-toestel, om dat eens van dichtbij te bekijken, met elkaar te praten, foto's te maken, er eventjes in te gaan ook. Ongetwijfeld voor betrokkenen een troostrijk moment, maar voor omstanders toch een buitengewoon treurig tafereel. Ja, nou zagen we 5 kisten aankomen, maar dat betekent niet dat er ook weer 5 slachtoffers zullen worden geïdentificeerd, toch? Nee, het is wat naar verhaal wat nu is in Nederland is aangekomen. Dan gaat het over resten van slachtoffers. En dat kunnen net zo goed resten zijn van slachtoffers die al geïdentificeerd zijn. En die ook al zijn begraven of gecremeerd bijvoorbeeld. Maar het kan ook gaan om resten van slachtoffers die nog niet zijn geïdentificeerd. En ja, dat gaat dus hier
in Hilversum de komende tijd gebeuren. En wanneer het totale plaatje compleet is, dat is nog altijd niet te voorspellen. Ja, de vorige keer dat er een vliegtuig aankwam uit Oekraïne, Kees, dat was begin augustus. Dat is toch best wel lang geleden? Ja, en dat heeft ook geleid met name de afgelopen weken tot kritische vragen aan het adres van het kabinet. Waarom, ondanks alle onrust daar in het oosten van Oekraïne, zie je toch met een zekere regelmaat daar wel journalisten in het veld, maar geen leden van die Nederlandse repatriëringsmissie. Met andere woorden, doet het kabinet wel genoeg als het gaat om het terughalen van die lichamen, om het bergen van die wrakstukken bijvoorbeeld. En ook om het proces om de schuldigen te vinden. Nou ja, wat de antwoorden op al die vragen dan ook mogen zijn. Feit is dat de afgelopen week de Nederlanders het gebied weer in zijn gegaan samen met lokale Oekraïense hulpverleners en de OVSE. En het resultaat is dus wat er vanmiddag is gebeurd in Eindhoven. Er zijn weer 5 kisten teruggekomen. Kees van Dam, dankjewel. Het kabinet heeft het contact met de samenleving verloren. Dat zei CDA-leider Buma vandaag op het partijcongres in Alkmaar. Volgens Buma is het kabinet alleen bezig met zichzelf en niet met de problemen van het land. Het CDA hoopt na de belangrijke statenverkiezingen van volgend jaar nieuwe plannen van het kabinet te kunnen blokkeren. Het CDA is in Alkmaar omdat daar binnenkort tussentijdse verkiezingen zijn. En omdat ze hopen dat, net als in de Spaanse tijd, de victorie in Alkmaar begint. Hallo! Krijg een paar camera's erbij. De achterban, even verderop in een kerk, gelooft er weer in. Het CDA maakt een goede comeback. Ja, de weg wel gevonden, absoluut. Ik denk doordat we steeds de juiste keuzes hebben gemaakt en erachter zijn blijven staan. En vertellen niet alleen maar meer wat er nodig is in Den Haag, maar vertellen wat er nodig is in Nederland voor elkaar. Heeft hij goed ingestudeerd, die one-liner? Nee, die komt echt zo uit mijn mouw. En ook de partijtop ziet de weg omhoog. Volgens Buma geholpen door een kabinet wat er een potje van maakt. Het motto was, u weet het misschien nog, bruggen slaan. Maar het enthousiasme heeft kort geduurd. Het is inmiddels allang niet meer bruggen slaan. De laatste maanden is het vooral de plank misslaan. Zoals te verwachten viel, zet Buma zich stevig af tegen het kabinet dat volgens hem niet meer met de problemen in het land bezig is. Als het CDA sterk genoeg is, dan stoppen we die gekkigheid. En dus voelt het CDA zich goed bij die rol tegenover het kabinet en tegenover de gedoogpartners. Maar er past ook een stevige kanttekening bij, want uit onderzoek deze week bleek dat maar liefst 91% van de kabinetsvoorstellen gewoon door het CDA gesteund wordt. Dit is precies de manier waarop ik in 2012 heb gezegd dat wij oppositie zouden voeren. Niet kijken naar het kabinet en vervolgens hoe kunnen we ergens tegen zijn. Maar bijna overal voor staan. Maar steunen als we dat kunnen, afwijzen als het moet. En dan wat altijd hetzelfde blijft bij het CDA. Stilletjes hopend dat dat andere uit de Spaanse tijd, dat van die victorie, ook gaat lukken. We dachten altijd dat het Nederlandse gas wel zo lang zijn tijd had gehad. Dat over 10 jaar onze gasvelden wel leeg zouden zijn. Maar er is nu een nieuwe techniek waarmee veel meer gas uit onze bodem kan worden gehaald. En daardoor zijn we tot 2030 onafhankelijk van gas uit Noorwegen of Rusland, zegt TNO. Je staat er niet altijd bij stil als je de verwarming omhoog zet of bijvoorbeeld het gasfornuis aandoet om een eitje te koken. Maar het Nederlandse aardgas raakt heel langzaam op en daarmee komt het moment dat we bijvoorbeeld gas moeten kopen in Rusland of Noorwegen steeds dichterbij. Lang werd gedacht dat we in 2023 niet meer genoeg gas voor onszelf zouden winnen. Door verstandiger met onze gasreserves om te gaan, kunnen we tot 2025 onafhankelijk blijven. Maar met nieuwe technieken zouden we dat kunnen rekken tot 2030, blijkt uit het onderzoek. Dat is goed nieuws om verschillende redenen. We kunnen langer onze eigen gasvoorziening vanuit de Nederlandse bodem halen. Maar het brengt ook direct geld op voor de staatskas. Op dit moment verdienen we zo ongeveer 15 miljard per jaar met ons gas. En dat kunnen we voor een langere tijd volhouden. Water houdt het laatste restje gas in oude gasputten tegen. Door er zeep in te spuiten, komt het gas in belletjes omhoog, blijkt ook uit dit proefje. GDF Suez heeft 36 gasputten op de Noordzee en gaat de zeeptechniek na uitgebreid testen nu gebruiken. In dit veld denken wij 300 miljoen kubieke meter extra gas uit de grond te kunnen halen. En daarmee kunnen we 200.000 huishoudens in Nederland van gas voorzien.
Is dat niet heel slecht voor de zee als je daar zeep in die put gaat spuiten? Nee, dat is niet slecht voor de zee. Omdat de zeepresten volgens het bedrijf worden opgevangen. De technieken zijn duur, maar leveren ook meer inkomsten op. Nou, uiteindelijk is het aan de bedrijven om te besluiten of het economisch rendabel is om deze technieken toe te passen. En zij kijken of ze tegen de gasprijs die nu geldt nog steeds economisch rendabel deze technieken kunnen gaan toepassen. Uiteindelijk houdt het natuurlijk een keer op, geeft ook TNO toe. Want ooit komt er een dag zonder gas uit eigen bodem. Er is ook kritiek op deze nieuwe techniek. Volgens GroenLinks is de methode vervuilend en neemt het risico op aardbevingen alleen maar toe. Overigens wordt deze zeeptechniek niet gebruikt bij gasvelden in Groningen, maar alleen in kleinere gasvelden en op de Noordzee. Leerlingen van het Eiburg College in Amsterdam zijn een jaar lang mishandeld en afgeperst door leeftijdgenoten. Telefoons en horloges werden afgepakt en scholieren werden onder druk gezet om maandelijks geld af te staan. De politie heeft 6 aangiften binnengekregen. Woensdag werden de eerste aanhoudingen verricht. Noord-Korea heeft 2 Amerikaanse gevangenen vrijgelaten. Het gaat om Kenneth B. en Matthew Miller. De missionaris B. zat een werkstraf uit van 15 jaar... omdat hij zou hebben geprobeerd om het regime omver te werpen. De 24-jarige Miller kreeg 6 jaar dwangarbeid wegens vijandelijkheden tegen de staat. Die straf hoeft hij dus niet te ondergaan. Beide mannen zouden al onderweg zijn naar de Verenigde Staten. De strijdende partijen in Zuid-Soedan hebben een vredesverdrag getekend na bijna een jaar oorlog. Maar het is de vraag of die oorlog daarmee ook echt ten einde is. Het is niet het eerste bestand dat wordt getekend. En die eerdere bestanden hielden nooit lang stand. Ook vandaag kwamen alweer meldingen van geweld uit het land. En op de Filipijnen zijn de slachtoffers van orkaan Haiyan herdacht, zoals hier in de straten van Tacloban. Precies een jaar geleden liet de orkaan een spoor van vernieling achter. De provinciehoofdstad Tacloban werd bijna geheel verwoest. Meer dan 6000 mensen kwamen toen op het leven. Haiyan was een van de dodelijkste natuurrampen die de Filipijnen ooit trof. Bijna 700.000 mensen raakten dakloos. Begrafenissen van ebola-slachtoffers in West-Afrika waren tot voor kort een belangrijke besmettingsbron van de ziekte. Want slachtoffers zijn net na hun overlijden het meest besmettelijk. Maar door de begrafenisrituelen veiliger te maken, wordt er eindelijk wat succes geboekt in de strijd tegen ebola. Wachten op de doden. Dat is wat begrafenisteams doen in Sierra Leone. Niemand mag zijn doden zelf begraven. Begraven is zoiets als een militaire operatie geworden, zonder rituelen. Het begrafenisteam wil snel ter plaatse zijn, voordat de families hun eigen doden begraven. Dat lukt steeds beter. Maar in dit geval kan het begrafenisteam er niet achter komen of de overledene aan ebola is gestorven. De familie weigert wangslijm van de doden te laten afnemen als test. Because of the fact that we don't know whether the patient died as a result of ebola or not, I permit my team to respond according to the process. Myself, it's over 100 people now are buried. We are all volunteers. De vrijwilligers zijn blij met al die nieuwe plastic pakken. Maar in hun ogen kan plastic niet op tegen hun echte beschermer. No, no, for me, I don't get any united because Jesus is with me. So there's no nightmare with me. Ja, meer dan 15 kilometer lichtjes dwars door Berlijn, waar ooit de muur stond. Want morgen, 9 november, is het 25 jaar geleden dat die muur viel en er een einde kwam aan de DDR en aan de Duitse tweedeling. En dat wordt groots gevierd. Er worden veel mensen verwacht. Zeker nu de Duitse treinstaking voorbij is.
Berlijn is er klaar voor om de herdenking extra glans te geven. Aan de Brandenburger Tor zijn schermen opgehangen die de uitzinnige vreugde van die dagen levensgroot in beeld brengen. En ook Michail Gorbatsjov is erbij, de Sovjetleider die niet ingreep toen de DDR instortte. En die het allemaal liet gebeuren. Полной решимости изменить. И это было и в словах, и в лозунгах, и в песнях. Это какой-то революционный такой настрой. Ja, en zo zag hij er toen uit. Maar daar is nu in Berlijn nauwelijks nog wat van te zien. Maar de restanten van de muur trekken nog steeds veel belangstellenden. Ook van Duitsers zelf. De vraag is alleen, wat weten ze nog van al die jaren toen de muur er nog stond? Gibt es jemand, der hier schon mal war? De East Side Gallery is het langste stuk muur dat nog overeind staat. Na het openen van de grens is de oostkant beschilderd door kunstenaars uit de hele wereld. Een schoolklas als deze uit Oost-Berlijn had hier 25 jaar geleden niet kunnen komen. Hun ouders zaten opgesloten in de communistische DDR. Wenn man in Berlin woont, dan weiß man natürlich auch was darüber, weil die Eltern jetzt aus Berlin kommen oder so. Man hört viel, aber man kann sich, glaube ich, jetzt nicht so gut in die Lage damals versetzen. Op school gaat het ook wel over de muur, maar wat er blijft hangen? Wanneer is hij bijvoorbeeld gebouwd? Ik geloof am 18.9. Ik weet het niet genau. Een groep toeristen uit West-Duitsland in het Tränenpalast, waar vroeger de tranen vloeiden als bezoekers uit het Westen weer terug naar de vrijheid gingen door de strenge Oost-Duitse grenscontrole. Sie können, wenn Sie möchten, einmal dort durchgehen. Deze bezoekers wonen ver weg van Berlijn, kennen de voormalige grens soms alleen uit de spannende of treurige verhalen van familieleden. Kalter Krieg wurde alles so mit Fakten, Daten durchgenommen, aber so lebhaft wie das Ganze hier dargestellt wird in den verschiedenen Museen oder so, war das halt natürlich nicht. Das Allgemeine, was man in der Schule lernt, im Geschichtsunterricht, Sozialkundeunterricht und halt, wenn man sich halt dafür interessiert, halt auch noch dementsprechend mehr. Aber das ist dann halt wieder, was man dann selbst sich raussucht und recherchiert. Historici klagen dat er nog steeds veel meer aandacht is voor de nazi-tijd en te weinig voor de tijd daarna, de Koude Oorlog, toen Duitsland door de muur werd gedeeld. Das Thema Drittes Reich zum Beispiel ist viel dichter unterrichtet in allen Unterrichtsfächern als damals. Das hier ist Zeitgeschichte, das spielt einfach immer weniger eine Rolle, Ost wie West. Ich denke, dass das schon so lange her ist, dass das keinen direkten Einfluss auf ihr Leben hat. Also sie leben im Hier und Jetzt und das andere ist vorbei. Vielen Dank, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal. Ja, en de NOS zendt de herdenking van de muur morgenavond rechtstreeks uit op NPO 2. Vanaf 7:45 is dat. Willemijn Hubert, ja, het was vandaag mooi weer. Wordt het morgen weer zo mooi? Morgen wel weer zo'n dag om lekker naar buiten te gaan, maar meer bewolking. Vandaag was er heel veel zonneschijn. Je ziet het ook hier. Maar als we kijken naar het satellietbeeld, dan zien we vanuit het westen al langzamerhand een brede zone met bewolking onze kant op schuiven. En ja, daar gaat morgen ook wel wat neerslag uitvallen. Ik verwacht geen grote hoeveelheden en eigenlijk alleen maar in het westen van het land. Nou, dat die zone wat verder schuift, dat zien we nu gebeuren. Neerslag heeft ons de afgelopen uren eigenlijk een beetje links en rechts laten liggen. Maar morgen dus het westen van het land al wel dit model weergeeft dat er helemaal niks gaat vallen. Ik denk dus dat dat wel gaat gebeuren, maar dat het maar een klein beetje gaat zijn. Wij gaan ons land wat dichterbij halen. We hebben nu al te maken met velden met sluierbewolking die vanuit het zuiden ons land binnentrekken. We hebben vannacht overal mee te maken. Ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft. Misschien dat het in het uiterste zuidwesten nog een spatje regen gaat vallen. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 5. En dan morgenochtend. Het wordt een graad of 9. Het is overal nog droog. Maar die bewolking vanuit het westen gaat dus langzamerhand steeds dikker worden. In het oosten zullen er ook wel velden sluierbewolking zijn. Maar daar schijnt die zon dan echt wel doorheen. De wind komt uit het zuiden nog. Zuiden, zuidoosten later op de dag. En is zwak tot matig boven land. Aan zee trekt hij nog ietsjes aan. Morgenmiddag is het een graad of 12, 13. Nou, die bewolking in het westen is dan echt wel wat dikker geworden. Kan dus een spat regen uitvallen. Maar in het midden en het oosten van het land is en blijft het gewoon droog. Hoe gaat het dan de dagen daarna? Nou, eigenlijk verandert er niet zo heel erg veel. Het is licht wisselvallig met af en toe wat neerslag. Kleine neerslaghoeveelheden. Temperaturen blijven zo rond die 12, 13 graden. Iets hoger dan normaal. En pas vanaf woensdag lijken de neerslagkansen weer iets te gaan toenemen. Tot zover het NOS-journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Er zijn weer stoffelijke resten aangekomen van slachtoffers van de vliegramp met de MH17.
9 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, onder wie 7 Nederlanders. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur op NPO 2. Ik wens u nog een hele mooie avond.